Beste kijkers, vannacht welkom bij de eerste aflevering van het Roermondjournaal. De eerste in een serie van 3 proefuitzendingen waarin de gemeente Roermond u informeert over actuele zaken in de stad. Vandaag in het Roermondjournaal de renovatie van de Donderie. We zijn bij de opening van het Kuipershuis en we nemen een kijkje bij de wegwerkzaamheden in de stad. De Donderie is het gemeenschapshuis van de wijk Donderberg en biedt onderdak aan veel verenigingen. Functioneel voldeed het gebouw echter niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom wordt het momenteel grondig gerenoveerd. Het unieke van deze verbouwing is dat wij dat in 2 delen gedaan hebben. We hebben de helft van het gebouw verbouwd en de andere helft zijn de gebruikers actief gebleven. En na de helft hebben we dat eigenlijk omgekeerd. In het oude gedeelte zijn we gaan verbouwen en in het nieuwe gedeelte hebben we ze kunnen opvangen. De renovatie biedt ook kansen voor mensen die op dit moment geen baan hebben of aan een opleiding bezig zijn. Dit is een leerlingbouwplaats met een stukje re-integratie van jongeren die met een stukje werkachterstand of ervaringsachterstand hier de kans krijgen om werkervaring op te doen. En ja, dat gaat best goed. De werkzaamheden zijn nog in volle gang. Onder andere het horecagedeelte is echter al in gebruik. De verbouwing is bijna achter de rug. Hoe heeft u dat ervaren? Nou, best wel prettig ervaren. Tijdens de verbouwing zijn we gewoon open geweest. En we zijn 1 dag gesloten geweest voor de verhuizing. Ja, we proberen voor zoveel mensen en gebruikers toch klaar te staan. De verwachting is dat de vernieuwde Donderie voor carnaval 2012 klaar is voor gebruik. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de metamorfose van Stedelijk Museum naar Kuipershuis. Pierre Kuipers bouwde onder andere het Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam. Hij werd in Roermond geboren en woonde en werkte een groot gedeelte van zijn leven in het Kuipershuis, dat 30 oktober voor het publiek werd geopend. Hij was bedreven, hij was bevlogen, maar hij heeft vooral ontzettend veel gemaakt. En dat is eigenlijk het mooie daarvan is dat eigenlijk hier, deze plek, dit Kuipershuis, is de plek waar alles begonnen is en van waaruit hij gegroeid is en zo. En deze plek blijft natuurlijk altijd belangrijk, want dit heeft hij ontworpen, heeft hij gebouwd, hij heeft hier gewoond, hij heeft hier gewerkt. En zelfs toen hij verhuisde naar Amsterdam, was hier nog steeds een werkplaats. Van hieruit is dus die enorme productie van meubels, van beelden, van schilderwerken door het hele land verspreid. En dat besef je niet zo gauw, maar dat is echt uniek. Het is echt ongelooflijk. Kuipershuis, daarvan hebben we gezegd, daar maken we een apart museum van. Omdat Kuipers heel nauw verbonden is met Roermond. De identiteit van Roermond mede bepaalt. En wij hier voor wat betreft architectuur, vormgeving, interieur, designs, een plaats willen bieden voor organisaties, voor mensen, voor bedrijven zelfs. Om producten tentoon te stellen. En ook hier een kenniscentrum op te bouwen. Ja, we hebben 3 jaar aan gewerkt. Je moet met respect voor degene die het werk al gemaakt heeft, in feite vanuit je eigen kracht, daar iets aan proberen toe te voegen. Dat is eigenlijk de insteek hoe je dat moet doen. We verplaatsen de hele entree naar een ander gedeelte van het gebouw. Ja, dan gooi je in feite de hele routing, het hele gebouw gooi op zijn kop. Bent u uiteindelijk wel tevreden met het resultaat? Ik ben heel tevreden met het resultaat, ja zeker. Op dit moment loopt een expositie, oud papier, over gevonden schablonen van de hand van Pierre Kuipers. Met deze tentoonstelling proberen wij in verschillende hoofdstukken een verhaal te vertellen over de schablonen die gevonden zijn in het Kuipershuis met de restauratie van het Stedelijk Museum naar het Kuipershuis. Het is voor interieurvormgeving is het een hele interessante vondst, omdat het echt het werkmateriaal is waarmee die decoraties gemaakt zijn.
ben er trots op dat dit museum er is. Het Kuipershuis, de plaats waar Kuipers gewoond heeft, de plaats waar Kuipers gewerkt heeft, de plaats waar Kuipers zijn ontwerpen heeft gemaakt, die voor heel Nederland van belang zijn geweest en een bepaalde trend, een bepaalde ontwikkeling hebben teweeggebracht in ons land. En ik ben er trots op dat we dit museum nu gerealiseerd hebben. Benieuwd is naar de geschiedenis en transformatie van ESI naar ESI Cultuurfabriek, kan vanaf nu terecht in het bezoekerscentrum ESI, dat sinds kort is opengesteld voor publiek. Het centrum is geheel door creatieve vrijwilligers ingericht. Via een tijdslijn worden bezoekers meegenomen door de geschiedenis van het ESI-complex en geleid naar de ESI van morgen. Wat kunt u vanaf 1 september 2012 doen en beleven in de ESI Cultuurfabriek? Te bezoeken elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur. Adres ESI nummer 13. De gemeente heeft op verschillende locaties in de stad oplaadpunten geplaatst voor elektrische auto's. Hiermee komt zij tegemoet aan een steeds groter wordende groep milieubewuste rijders. Het is een initiatief van de gemeente in samenwerking met de netbeheerders in Nederland. Elektrische auto's die rijden op groene stroom hebben geen CO2-uitstoot en rijden veel duurzamer dan auto's op benzine, diesel en gas. Het betreft een pilotproject waarbij 10.000 elektrische oplaadpunten worden gerealiseerd met als doel elektrisch autorijden te stimuleren. De oplaadpunten bevinden zich onder andere op de Faunasingel in Hoogvonderen, de Markt in Zwalmen, de Putkamp in Herten en zoals hier op de Molenweg bij de ingang van parkeerterrein Acros. In totaal zijn er eind dit jaar 9 oplaadpunten in Roermond gerealiseerd. Voor een overzicht kijkt u op www.gemeente.roermond.nl. Met het aangekondigde vertrek van burgemeester Henk van Beers krijgt Roermond na ruim 8 jaar weer een nieuwe burgemeester. Als koningin Beatrix het eervol ontslag aanvaardt, zal dat ontslag in februari 2012 ingaan. In die maand wordt Van Beers 65 en bereikt hij de pensioengerechtigde leeftijd. Het is niet uitgesloten dat Henk Van Beers nog enkele maanden als waarnemend burgemeester zal fungeren in afwachting van de komst van zijn opvolger. Eerst vormt een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad zich een oordeel over de kandidaten die solliciteren op de vrijgekomen functie. Daarna dient de commissie een voordrachtslijst in bij de gouverneur. En die bepaalt zijn keuze en doet vervolgens een voordracht aan de minister van Binnenlandse Zaken. Deze beveelt uiteindelijk Hare Majesteit de Koningin aan de voorgedragen kandidaat te benoemen. Er kan altijd worden afgeweken van het voorstel van de vertrouwenscommissie, maar doorgaans wordt de voordracht van de gouverneur gevolgd. Met het oog op de komende feestmaand verlengt de gemeente Roermond het actietarief voor parkeren in parkeergarage Kazerneplein. Een dagkaart kost daardoor in december 3 euro en tijdens koopavonden betaalt de bezoeker slechts 1 euro. Het uurtarief bedraagt 1,40 euro. Bovendien blijft de garage de enige plek in Roermond waar betalen per minuut mogelijk is en dus alleen de daadwerkelijke parkeerduur dient te worden afgerekend. De ingang van de parkeergarage ligt aan de Maashaven en is vanwege haar ligging ideaal voor een bezoek aan de binnenstad. In Roermond wordt op verschillende plaatsen aan de weg gewerkt. Op dit moment wordt de Rijksweg N271 in Zwalmen heringericht. De weg is na het gereed komen van de A73 overgedragen aan de gemeente Roermond. Wegwerkzaamheden zorgen ook altijd voor enige overlast. Aan een bewoner hebben wij de vraag gesteld hoe hij dit heeft ervaren. Zeer goed. Ik heb veel bewoners brieven gekregen en ik ben daar zeer positief in gesteld. Zeer goed. Bij de N280 wordt de komende tijd de Maasbrug gerenoveerd. De N280
oost en west en ook over de Maasbrug zelf is een hele drukke, belangrijke verkeersader voor Roermond, voor de winkeliers, voor de bedrijven, voor de omwonenden. De brug is 60 jaar oud en is hard toe aan onderhoud. Dat is een tijdje niet gebeurd. Worden tijdens de werkzaamheden de rijstroken afgesloten? Nee, gelukkig niet. De brug blijft ook 2 keer 2 rijstroken open in beide richtingen. Wel versmalde rijstroken met een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Fietsers kunnen ook gewoon gebruik maken van de brug. Er is op dit moment een discussie gaande over de N280 West tussen de A2 en de A73. In Roermond zijn een aantal knelpunten. En wij vinden dat zo snel mogelijk gewerkt moet worden om hier de doorstroming te verbeteren. Er zijn 3 varianten voor uitgewerkt en wat ons betreft wordt een snelle keuze gemaakt en gaan we zo snel mogelijk aan de slag hier. Ook op de Roerkade is een herinrichting van de weg gepland. Deze wordt echter afgestemd op het verloop van de bouwwerkzaamheden die momenteel plaatsvinden op diezelfde Roerkade. De verwachting is dat in het voorjaar van 2012 met de herinrichting wordt begonnen. Hiermee zijn we toegekomen aan het einde van de eerste aflevering van het Roermondjournaal. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.